Deze keer in Keizerslanden vernieuwd. Hoe gaat het met Floris 5? En voortgang Zandwetering Park. Het park ligt niet in Keizerslanden, maar toch zullen veel bewoners er gebruik van gaan maken. Het Zandwetering Park. Dit park moet een verbinding worden tussen Keizerslanden en de nieuwe wijk Steenbrugge. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd, waarvan de eerste fase de komende weken wordt afgerond. We zijn flink opgeschoten afgelopen half jaar en we hebben nu de eerste fase van het grove grondwerk en het verleggen van de zandwetering is nagenoeg afgerond. We zijn druk bezig nu met de vistrap hier achter aan het afmaken. En voor de tweede fase staat de aannemer klaar om eigenlijk te beginnen. Voorbereidende werkzaamheden worden nu opgestart, het kappen van de bomen. En we gaan volop aan de gang nu. In fase 2 worden de paden aangelegd. Dus de fietspaden, de voetpaden. Er komen een groot speeltoestel komt erachter nog te staan, wordt er neergezet. Er komen bruggen overheen. Er komen 3 fietsbruggen van composiet. En 1 houten brug. Er komen een aantal vlonders voor het vissen. Dat gaat in fase 2 gebeuren. Een bijzonder en opvallend aspect in het park is de visbrug. Nou, er zat in de zandwetering die hier liep, waar we nu ongeveer staan, daar zat een stuw in en daar kunnen geen vissen langs. Dus in overleg met het waterschap is besloten om een passeerbare stuw te maken, een soort vistrap. Dat zie je hierachter. Een aantal randen waar straks het water overheen loopt en waar vissen over langs kunnen. Bewoner Teun de Roo kijkt vanuit zijn flat op het park en houdt de veranderingen nauwlettend in de gaten. Hij maakt regelmatig foto's en plaatst deze op een blog. Fotografie is mijn hobby sowieso en ik vind het ook leuk om het vast te leggen. Ik heb er ook een blog van gemaakt, dat mensen het kunnen volgen zo'n beetje van hoe het zich ontwikkelt. Het is vlakbij je huis en ik ben altijd vrij nieuwsgierig wat in je omgeving gebeurt. Want tenslotte woon je daar zelf ook. Hè? Het wordt een extensief park waar gewandeld, gefietst kan worden. We zitten vlakbij school K13. Waar ook kinderen kunnen spelen. Het park is ook voor de wijk Keizerslanden en voor de bewoners van Deventer. En ook voor de nieuwe bewoners van de nieuwe wijk Steenbrugge die aan die kant gaat komen. Bewoners zijn enthousiast over het initiatief. Ze hebben wel wat moeite op dit moment met het kappen van bomen en het terugbrengen van het groen. Maar ze zien ook wel dat het nodig is op sommige plekken. En zien uit dat het dadelijk allemaal mooi groen is en er ligt. Er zijn mensen die bij voorbaat het al afkappen. En er zijn ook mensen die zijn heel positief. En ik ben redelijk positief. Alles moet zijn kans krijgen, ook dit. Ik vind het geweldig spannend. En ik vind het ontzettend mooi. Het kan alleen maar beter worden. Het park zal naar verwachting in de zomer feestelijk worden geopend. Begin dit jaar werd het logeerappartement in de Graaf Florishof voor het eerst in gebruik genomen. Samen met bewoners richt de initiatiefneemster Joke Kool een volledig appartement in. In eerste instantie bedoeld voor vrienden en familie van de bewoners van de Graaf Florishof. Zij kunnen nu overnachten volgens het B-No-B-concept, Bed No Breakfast. Ja, dat concept hebben we zelf uitgedacht. We hadden de beschikking over een zelfstandig appartement voor kortere tijd te verhuren. Bijvoorbeeld voor mensen die iets gaan ondernemen in Deventer of naar de Dickensmarkt gaan. Of maar ook bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden die uit het westen van het land komen. En hier een bepaalde tijd willen logeren, hebben wij een volledig ingericht appartement ingericht. En voor ons is het belangrijk erbij dat het leerwerkplekken creëert voor onze doelgroep medewerkers. We zitten in een opstartfase, dus diverse mensen hebben er al wel gebruik van gemaakt, maar we hebben nu nog niet dat we de hele boeking vol hebben. Het appartement wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier doen zij ervaring op met voorkomende werkzaamheden binnen het appartement. Het wordt beheerd door Parolo. En Parolo is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld sociaal-maatschappelijk ondernemen. Door het bieden van leerwerkplekken voor mensen met of een verstandelijke beperking of een sociaal-psychiatrische achtergrond of in een reïntegratietraject zitten. En het wordt gerund vanuit de lunchroom Floris 5 op Keizerslanden. En
het biedt aanvullende werkzaamheden. En daar zijn we heel blij mee. Medewerkers die vinden dat een leuke aanvulling, want dat geeft afwisseling in het werk. En aan welke werkzaamheden moet ik dan denken? Binnen het appartement, het schoonhouden van het appartement, het beddengoed verwisselen, maar ook buiten het appartement, het beddengoed moet gewassen worden. En dat wordt gedaan op het wasstation, de Elegas, die we ook in beheer hebben, die wassen voor ons en strijken voor ons. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin, ik zit hier op mijn plek, ja, ik voel me echt thuis. En hoe is het met je collega's, je contact? Goed. Ik heb, ik hou nu heel veel vriendschap aan over. Ik heb het erg naar mijn zin. Ik doe alles zonder aanpassingen eigenlijk. Ja, mensen die uit de uit een verre omstreek komen, die kunnen dan toch dichtbij zijn omdat ze dit appartement dan huren.